Karin, hiervoor ben jij teruggekomen naar Katwijk. Ja, zeker. Ik bedoel, prijzen pakken, dat is toch nog steeds waarom ik het doe. En het is het mooiste en lekkerste gevoel wat er is. Zeker voor in een vol huis. Dus heerlijk gevoel. Zelf ook echt een goede wedstrijd gespeeld. Gisteren ook begon je lekker brutaal gelijk met die 3 punten tegen Binnenland. Maar vandaag kom je tot 23 punten. Hoe kijk je terug op je eigen wedstrijd? Ik heb een lekker gevoel over de wedstrijd. Ik wist dat ik veel moest creëren hier. En ook gewoon voor mijn eigen kansen moet kijken. Kijk wat de tegenstander me geeft. En ja, ze gaven niet altijd heel veel help op mij. Dus dan wordt het voor eigen kansen kijken. Als die dishpaas moeilijk te geven wordt. Dus ik ben blij met de wedstrijd. Hey, Lotte van Kruistum is toch ook echt een van de jeugdspeelsters die van Grasshoppers doorkomt. Dat is wel lekker, want die weet je altijd te vinden in de bucket, hè? Oh, foto. Mag ik heel even... Zeker, gaan we gauw. Dankjewel, Karin. We hadden het over Lotte van Kruistum. Jeugdspeelsters uit de jeugd van Grasshoppers. Is lekker aanspeelpunt voor jou voor die dishpaas waar je het net over had, hè? Ja, zeker. Ik ben natuurlijk 2 jaar weg geweest. En ik vind dat Lotte echt zo erg gegroeid is. Samen met Alissa trouwens ook echt... gewoon echt 2 topspelers. En ze worden eigenlijk op een plek nu gebruikt waar ze normaal niet zouden spelen. Maar ze doen het hartstikke goed. En ik ben echt onwijs blij om ze in mijn team te hebben. Snap ik. Dit belooft wat voor de tweede seizoenshelft, hè? Ja, het wordt sowieso... Ik vind de competitie sowieso heel leuk. Iedereen wint van elkaar en verliest van elkaar. Dit is een lekker opsteken voor ons als team. Maar tweede helft van het seizoen is alles weer open, dus maakt het alleen maar leuk, denk ik. Veel succes, ga lekker van het feestje genieten, Karin. Dankjewel.